U bent terug bij RTL Rally Report op proef 2 van de Konrad Euregio Rally. De 11,8 kilometer lange proef, de Boeldershoek. Dit is Dirk Boers met de Subaru waarmee Jaap van Laag in Barneveld rijdt. En Boers heeft de dips niet aangezet op proef 1. En staat onder druk op een proef die hem toch al niet echt ligt. Het is glad in dit bochtje en pang, daar staan we stil. Maar er is een rondkoersproef. En rechtsonder in beeld komt Frits van Eert erbij. Boers heeft nogal wat moeite om de auto weer aan de praat te krijgen. En dus verliezen beide mannen nu tijd op Erik Wevers. Die vieren fluitend nu wegrijdt van deze twee. Boers nu voor Frits van Eert op dit proefje. De Corolla's schijnen op het lange rechte stuk veel harder te lopen dan de Subaru WRC van het team van Kobus Tuning. Hoewel, als je naar deze beelden bekijkt, dan loopt de Subaru weer weg bij van Eert. Eén ding is duidelijk, beide mannen gaan verliezen. Frits, valt mee of tegen? Hè? Valt het mee of tegen? Nou, het valt eigenlijk wel mee. Maar Boers stond net dwars op de weg, daar kon ik niet voorbij. Dus hij heeft een seconde of 20 van ons afgesnoept, denk ik. En Dirk Boers verprutst het in deze wedstrijd op de Boldershoek. Net zoals vorig jaar. Dips niet aan op proef 1. Nu veel narrow escapes. De glijer, het vertrouwen is er niet. De auto glijdt te veel. Veel onderstuur en het tijdverlies is er. Op Frits van Eert valt het mee. Maar de strijd om de overwinning is gestreden. En dat al na proef 2, de Boldershoek. Nou, de eerste proef ging wel lekker. Alleen de dips vergeten. In de tweede proef ben ik gespind. Toen hield ik Frits van Eert ook nog even op. Ik kon hem niet zo gauw aan de praat krijgen. Dus dat ging dus niet goed. Maar goed, op naar de volgende. We hebben de eerste twee klassementsproeven gehad van de Konrad Euregio Rally. Erik Wevers leidt de wedstrijd voor Dirk Boers en Frits van Eert. Laten we eens even beelden gaan bekijken, Erwin. Het niet aanzetten van de diffs op proef 1. Een fout waar ik ook deels verantwoordelijk voor ben, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Mag dat gebeuren op dit niveau? Nee, dat vind ik niet. Ik vind het een stomme blunder. Ik heb al gezegd, ik ben blij dat hij geen piloot is in een verkeersvliegtuig, want dan is er allemaal niet te overzien. Maar 2 seconden valt dan nog mee, rekening houdend met... Ja, dat was wel weinig, maar denk je even in als je het wel aanzet. Je pakt gelijk een klap. Maar is het de klap die je niet uitdeelt aan Erik, of is het de klap die je nu zelf incasseert dat het vertrouwen even weg is, omdat je iets niet aangezet hebt? Ja, hij heeft er ook mee te maken. Het speelt natuurlijk de hele proef door en de volgende proef ook nog. Hij is er gewoon mee bezig. En daar komen fouten van. We hebben nog even het onboard van Frits en van Dirk naast elkaar gezet. Dat gaat ongeveer gelijk op, maar Frits schakelt heel nerveus, hè? Heel snel ook. Ja, ik denk nu van ik rij in een wc-auto en nu kan ik natuurlijk alles doen. Ja, hij begon in een groep N-auto's en daarna wat lichte groep A-auto's. Niet helemaal de echte zoals hij nu meer rijdt. En Frits is gewoon heel gretig, hij wil alles tegelijk al. En het is natuurlijk mooi dat hij ermee rijdt. Maar dat moet allemaal nog, ik denk, geef hem 3 wedstrijden en hij zal er wel vloeiend mee gaan rijden. Maar hij is toch al snel. Wat ons meteen opviel bij het zien van de onboards is hoe snel Frits van Eert links in beeld schakelt. Naast hem op precies hetzelfde punt Erik Wevers in de editie van vorig jaar. Snelheid is ongeveer hetzelfde, maar Frits schakelt tik, tik, tik heel snel. Wat ook opvalt bij deze beeld is dat de Subaru van Dirk Boers links in beeld op het lange rechte stuk wegloopt bij de Corolla van Eert. En dat hadden we niet eerder gezien qua topsnelheid. Terug naar buiten. We gaan naar proef 3 en 4 van de wedstrijd. De Zeldam-proef bij Goor en de klassieker bij Bentelo. Erik Wevers deelt daar een genadeklap uit de concurrentie. En het lijkt erop dat het duel in de tweede plaats nu het leuke van de wedstrijd wordt. Duel van Eert-Boers. Van Eert, beetje bij beetje loopt hij uit op deze proeven. Het vertrouwen in de auto van Dirk Boers is er nog niet. En Van Eert lijkt dan zelfs de tweede plaats over te gaan nemen. Boers stelt dan op Bentelo orde op zaken en loopt weer ietsjes uit. Het optreden van Eert in de WRC is uitermate veelbelovend en ziet er strak uit. Dat heeft potentieel voor het Nederlands kampioenschap van volgend jaar, wat Van Eert echt wil gaan winnen. En Boers dan, het vertrouwen is weer een beetje terug en de tijden worden scherper. Toch kan hij niet aan de tijden van Wevers komen. En oké. Okay. Was een vlotje, hè? Was een plezantje. Het gaat zo soepel, hè? Huh? Lopen, jongen. Ja? Er zit wel een brom. Die dips elke keer aan het uitzetten. Ja, ik weet niet, maar ik doe helemaal niks. Ja, maar je staat al aan. Alles staat aan, maar er zit een enorme brom in zijn 6. Als je boven de 6000 toeren komt, dan... Maar goed, Erik zegt dat mag eigenlijk niet kunnen, dus ik weet niet precies wat ik moet doen. Ik hoop niks, maar kunnen we rijden? We gaan rijden. Wat gebeurt er achter het drietal? Dit is de best of the rest. Jan Nijhoff met een gehuurde Toyota Celica GT4 van Erik Wevers. Verrassend snel in de openingsfase en sneller dan deze Ad Smits, de winnaar van 2003. De Ford Escort Cosworth
En Ronald Leemans met de groep A Mitsubishi die niet zo sterk opent als eerder dit seizoen. En dan was er nog Jan van der Madel met een naar de kop was. Want op de eerste bocht op de proef Goor legde hij zijn Mitsubishi in een sloot. En is dus uit de wedstrijd. Vooraan, niemand komt er aan te pas. De Nederlands kampioen 2005 laat zien wat hij waard is. En het gaat erg hard. Erik Wevers. Is die Corolla zo makkelijk? Ja, het zijn wel echt hele goede auto's. En het schijnt dat zo'n auto heel makkelijk rijdt. Maar het is toch wel de enorme snelheid waarin die auto's zitten. Dus daar ben ik echt verbaasd van. Echt. Dat had bijna niemand verwacht dat hij zo snel zou zijn. Sneller meteen dan Boers op een aantal proeven. Daar moet je eerlijk in zijn. Kan die Subaru het tempo van de Corolla's volgen? Of kan de rijder het niet volgen? Ik begin sterk aan de Subaru te twijfelen. Het is een 99 auto. Kijk, en dan zijn de Corolla's in principe ook. Maar toen dit model er kwam in 2000, kon je aan de buitenkant niks zien. En de auto was voor 90% veranderd. Mm-hmm. Dus ik denk dat de auto wel sterk achterloopt ten opzichte van de Corolla's. En de Corolla's is gewoon nog een paar jaar technologie ingestoken. En je ziet het, de dingen zijn nog gigantisch snel. Het gaat heel erg hard. Aantal momenten in de wedstrijd die voor de tweede plaats interessant zijn. Vooraan is Erik verreweg het snelste. Daar komt niemand aan. Het gevecht Boers van Eert moet dan losbarsten. Het verschil is iets meer dan 10 seconden. Frits zegt ik ga ervoor, maar verliest het dan in twee proeven tijd toch in de strijdtrein en later de boel de zoek. Wil hij dan te veel? Ja, ik denk het wel. Hij ging natuurlijk met de idee weg van ik rijd de eerste keer in de WSC. En ik kan wel van tevoren afspreken, we doen het kalm aan en we kijken wel wat schip strandt. Maar goed, Frits is natuurlijk ook iemand die denkt van ja, het is toch de kans vandaag. Ik rijd er voor de eerste keer in. Ik kan het ook in één keer andersom doen. Ik laat gelijk zien wat kan met deze auto. Mm-hmm. En heeft hij toch een beetje geprobeerd. Alleen ja, het liep net niet helemaal goed af. Waar ging het fout in het duel om plek 2? Frits van Eert had grootse plannen, maar het komt er in de praktijk gewoon niet uit. En dus schuift Dirk Boers eigenlijk weer heel makkelijk door naar plek 2 in de wedstrijd. Alhoewel makkelijk, Boers wil wel scratchtijden rijden, laten zien dat hij Erik de baas is. Maar dat gaat niet lukken. Zeker niet op zijn specialiteit, het industrieterrein Twentekanaal. Op de tweede maal geen scratch. Wordt gecorrigeerd, maar wordt hij dan geholpen door problemen bij Wevers? Gaat wel, problemen met de auto. Ja, we hebben problemen met de auto. Benzinedruk. Sorry. Maar ik ga het voorspelen, denk je? Ik weet niet of we de rally gaan halen. Nee? Zo wensen. Ik denk dat we het niet halen. Nee. Ja, dank je. Beide Corolla's in de problemen, want als wij de beelden bekijken van Van Eert op de tweede maal industrieterrein, zien we waar het tijdverlies waarschijnlijk vandaan komt. Problemen met de versnellingsbak, is dat het gevolg van het nerveuze schakelen? Hier komen de eerste problemen. Schrikkelijk wennen, maar ik weet eigenlijk niet hoe ik het heb gedaan. Maar, lang wachten soms. Later in de wedstrijd geeft de versnellingsbak echte problemen en laat Frits van Eert het duel om de tweede plaats lopen. Dat wordt dankbaar overgenomen door Dirk Boers. Maar op de laatste proef van de wedstrijd komen beide mannen elkaar weer tegen. Boers haalt hier nu met een snelheid van iets boven 190 km per uur Frits van Eert in. De bak is kapot en Van Eert duikelt van plek 2 in het klassement naar een positie buiten het podium. Jammer, maar Van Eert heeft laten zien dat als de auto echt op snelheid is en hij heeft hem onder controle, hij verreweg op dit moment het snelst is. Sneller volgend jaar dan Erik Wevers? Ja, die gaat volgend jaar Duits kampioenschap rijden. Dus moeten we wachten tot Helle Noord of een rechtstreekse confrontatie. Hij wint, eigenlijk heel gemakkelijk, maar wel spectaculair, de Konrad, de Regio Rally. De verrassingen van de Regio Rally. De verrassing. Jan Nijhoff. Ja? Maakt de indruk? Ja, vind ik wel. Hij springt er gewoon in en rijdt weer van voren. Klaar. Erik had ik niet anders verwacht. Je had niet een kleine verschil verwacht? Ja, dat wel. Maar goed, jullie maken de fout in de eerste twee proeven. Die geef je gewoon weg. Ja. En dan duurt het nog een paar proeven voordat het herstelt. Dat het allemaal weer goed komt. En dan is dat te laat? Dat is gewoon te laat, klaar. Dat moet op de eerste proef gebeuren. Wat vind je van het niveau wat je in Hengelo gezien hebt?
Goed, drie WRC-auto's en een paar goede groepbaas, dat vind ik wel mooi. Ik vind alleen het Nederlands kampioenschap vind ik toch wel matig.